schat. Dag lieverd. Oh ja. Ja. Er moet wat te wensen overblijven, hè? Toch? Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ja, ik doe het eventjes zo. Want de beelden van onze campertrip, die zijn op een gegeven moment geëindigd. Omdat ik natuurlijk heel veel beelden had. En toen heb ik de vlog niet meer afgesloten. En hij begint nu weer vanaf het moment dat we de camper gaan terugbrengen. Dus dit is even Tineke vanuit de toekomst. Ik doe het eventjes zo. Anders is het zo kaal, want we zitten dan zo plomp verloren in de auto. En we gaan Romke ophalen en daarna gaan we de camper wegbrengen. Dus bij deze, welkom bij een nieuwe vlog. En heel veel kijkplezier. Zo, het is... wat is het vandaag? Zondag. Zondag vandaag. Lekker weer thuis geslapen. En we zijn nou bij Celine bijna. We rijden haar dorpje zo binnen en dan gaan we Romke weer ophalen. Heel benieuwd of hij blij is dat hij ons ziet. Want hij heeft het natuurlijk wel goed bij Celine. Ja. Romke. Hey. Hoi. Kijk er allemaal naar jou. Hey. Dag schat, dag lieverd. Hey. Oh ja, wie is weer de leukste? Wat? Ja, hij is al stuk die jas. Hey, nou. Hey. Dag schat. Nou, we zijn onderweg naar Akrum. We gaan de camper wegbrengen. Dus hierbij eindigt ons camperavontuur. Not yet. Nou ja, wel. Ja. Het is ons in principe goed bevallen. We zouden dit best nog wel vaker willen doen. Maar ja. Ik ben toch meer een bootmens. Maar Chris vindt het rijden hierin ook heel erg leuk. En ja, je kan met een camper toch wel verder weg. Je hebt meer mogelijkheden. Denk ik. Lijkt mij. En als we dat zouden doen, dan zouden we wel eentje willen hebben die nou ja, even iets luxer is. En dat je een goed toilet hebt. Ja, goed, die ze een goed toilet op hebben, niet gebruik van gemaakt. Maar dat de douche goed werkt, dat je warm water hebt. En vooral als het wat kouder is. Kijk, je kan net zo goed even water opzetten voor de afwas. En als je goede douches hebt, dan kan je gewoon naar de douches toe gaan. Maar als je ergens staat waar die voorzieningen niet zijn, dan moet je camper wel die dingen hebben, vind ik hoor. En ja, dan zijn we denk ik ook wat meer geld kwijt als je een luxere hebt. Maar dit was prima te doen voor die paar daagjes. Jammer dat het weer... Ja, op het laatste kon je niet meer buiten zitten, was het te koud en het werd nat. Dus ja, ik denk wel dat dit voor herhaling van waar is, toch? Ja. Ja, Chris vond het sowieso heel erg leuk. Ja. Dus, hij gaat weer naar Akrum. Wij hebben vanmorgen de camper weggebracht. En we hebben nu vandaag deze dag nog even lekker vrij. En we zijn nou door het Gaasterland aan het rijden. Met onze grote vriend, die we gisteren opgehaald hebben. Ja, die staat al echt alweer te kijken van wat ben ik nu weer, die jongen. Ja, dat was er helemaal af eerst. Die snapte er niet zoveel van. Maar het is hier zo mooi. Hier willen wij dus laten wonen. Maar ja, onbetaalbaar en er moet maar net plek zijn. Dit dan, een net huisje. Ja.
Campertje. Ja. Oh. Dat dan daar. Er zit een paardenstal achter. Met zonnepanelen erop. Is ook wel lief. Ja. Ja. Zeemuggen. Die dingen weet ik toen op de bevaring zaten. Ja. Die steken niet. Zo, we zijn bij het Minse Klif. En we hebben de auto geparkeerd hier. Straks hier bij het restaurant denk ik even lunch doen of niet? En we gaan nou eerst even lopen. En die zijn allemaal zeemuggen. Heerlijk, het is rustig op het IJsselmeer. Wat zijn dat nou? Zijn dat heel veel zwanen daar? Ja. Eens kijken. Het is gewoon wit van de zwanen, zie je dat? Heel veel zwanen in het IJsselmeer. Dat is apart om te zien. Overal waar je kan kijken zijn zwanen. Even of het scherp is. Ik heb mijn bril niet op. Achter mij dit uitzicht. Daar hele donkere wolken. We hebben ook al wat regen gehad onderweg. En aan die kant. Het IJsselmeer. Oh, hier zou ik een huisje willen hebben. Echt. Maar ja. Er moet wat te wensen overblijven, hè? Toch? Hé, hey, kom. Rompjes los. Hier ruikt allemaal dingetjes. Volgens mij wil hij het water in hollen. Daar. Ja, kom op, deze kant uit. Misschien ziet hij wel een konijn of een haas of zo. Of een hert, weet jij. Misschien ziet hij wel een hert. Kan ook, hè? Wat doe jij daar? Het zijn de muizen. Kom op. Hé. Hey. Kom op. Ja. Kom. Thank you.
we zitten weer in de auto. We hebben bij het restaurantje een lekkere lunch gegeten. Het is om 12 uurtje. En dan krijgen ze een mini kopje soep. Broodje kroket en broodje carpaccio. Heerlijk. En het restaurant was net weer open. Want ze zijn aan het verbouwen. Vroeger was het een beetje zo'n veredelde snacktent. Het was nu echt lekkere broodjes en lekker spul hadden ze. Leuke bediening. Ja. Ja, de eerste dag was het dat voor hun ook. Ja, dat doet ook. Dat kan allemaal nog veranderen hoor. Ja, want wij zitten ook wel eens, je zit hier ook schitterend op het IJsselmeer. Wij zitten dan ook wel eens zomers met de potvis in Stavoren. Want ze bedienen niet altijd even gezellig. En, maar ja, dan is het ook mega, mega druk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dan van de zomer is als het hier mega druk is. Hè? Of iedereen dan nog zo gezellig en leuk is. Maar ja, dat is toch altijd even afwachten. En tot nu toe, treffen we toch wel met het weer. Het heeft wel even geplanst onderweg, maar het is... hartstikke mooi. Het is nou lekker. Het waait niet hard. En ons Romke heeft ook even gezellig op het terras gezeten. Die houdt dan alles in de gaten. Van het aanrecht afgejat? Ben je nou ook misselijk? Hé? Mag niet, hè? Eigenlijk ben je nu heel stout. Goed, en er is nu ook een eind gekomen aan deze video. Bedankt voor het kijken. Doe nog even dat duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En abonneer je nog eventjes. En dan... hoop ik jullie graag terug te zien bij een volgende vlog. Doei doei!